Ik ben Jeanette Mooibroek. Ik ben vrijwilliger voor de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. En nu voor de regio Emmen. En ja, waarom zit je hier? Om eigenlijk te laten zien en horen wat hersenletsel met iemand doet. En dat is eigenlijk veel meer dan dat de gezonde mens zich maar kan voorstellen. En daarom eerst ook dat onbegrip. En daar wil ik graag wat aan doen. 15 jaar geleden heb ik een hersenbloeding gehad. En ja, aan de buitenkant zie je niets. Dus denken mensen van, lig je op de bank? Waarom? Waarom lig je hier en waarom kun je niet werken? Ik moet eerlijk bekennen gewoon dat, ja, als ik zelf gezond was geweest en iemand had zo op zo'n bank gelegen, en dan had ik ook gedacht van, nou ja, dat. En ook dat komt door onbegrip. Sommige mensen kunnen binnen hun eigen gezin niet praten over de gevolgen van hun letsel. Nou, dat vind ik heel erg. En die mensen wil ik heel graag de hand reiken. Dat is wat ik wil doen. Stem nu voor de winnaar Lies van Urk prijs 2024 op emmen.nl/Lies van Urk.